Voor mij persoonlijk is het echt dat gevoel van een hoogdag. Zoals in de beste dagen van de katholiciteit, Pasen of Kerstmis, zo'n soort hoogdag is. Zo was 1 mei voor ons ook een hoogdag. Het rode bloemetje in de rivier. Maar dat is natuurlijk een atmosfeer die we dus dit jaar helaas niet zullen beleven. Herman Baltazar, oud-gouverneur van Oost-Vlaanderen, professor geschiedenis en stamboomsocialist op de Gentse Vrijdagmarkt in lockdown. We vragen hem hoe vaak het al gebeurde, een 1 mei-viering die niet doorgaat. Gedurende de Eerste Wereldoorlog mochten geen openbare manifestaties meer zijn. Dus stoeten zijn er in de Eerste Wereldoorlog ook niet geweest. Maar men liet eigenlijk wel toe dat in de eigen lokalen allerlei feesten gebeurden. Het was een union sacrée. De socialisten deden mee aan hun vaderlandse plicht. En de Duitse socialisten deden mee aan hun vaderlandse plicht. Dat is natuurlijk niet zo geweest met 1940, 1945. In de nazi-tijd, daar was het socialisme radicaal de ideologische vijand. En er was geen sprake van dat op dat ogenblik nog enige manifestatie kon komen. Op 1 mei 1945 was in Gent de eerste naoorlogse 1 meistoet. En nu is het de eerste keer sinds 1945 dat er geen zal zijn. 1 mei is een traditie overgewaaid uit de Verenigde Staten en de strijd voor de 8-urendag. 8 uur werk, 8 uur ontspanning, 8 uur rust. In Chicago kwam het in de meimaand van 1886 tot grote rellen en stakingen. 3 jaar later, tijdens de Tweede Internationale van Parijs, werd 1 mei uitgeroepen tot internationale feest- en strijddag. Er is eigenlijk van meet af aan een discussie geweest over de vraag, moet het een strijddag worden of een feestdag? Gita de Nekkere is professor aan de U Gent en kent de geschiedenis van de socialistische beweging uitstekend. In aanloop naar de Eerste Wereldoorlog hier in België of in Gent zie je dat dat feestgehalte heel sterk is. Dus dat is ook de periode van een grote opgang van de socialistische beweging. Die socialistische beweging krijgt ook eigenlijk wordt ook rijk. Dus je ziet dat achter ons, daar het grote monumentale volkshuis, is daar een duidelijk bewijs van eigenlijk, wat voor macht dat zij konden eigenlijk ook laten zien in de stad. En dat was met die 1 mei stoeten toen ook het geval. Dus je ziet ook wel het strijdkarakter, dus op periodes waar dat er gevochten of gestaakt werd, werden 1 mei manifestaties soms ook wel verboden. De ene keer lag het accent wat meer op strijd, de andere keer wat meer op feest. En de beide waren eigenlijk ook wel aanwezig. Maar anno 2020 brengt 1 mei wereldwijd strijd nog feest. Volgens Herman Baltazar vooral voor België een verlies. Ik heb destijds, wanneer ik 20 jaar gouverneur werd en ik eigenlijk ambtshalve niet meer in een 1 meistoet mocht meelopen, een beetje met mijn vrouw in alle hoofdsteden van Europa gaan kijken. En het is merkwaardig dat vooral in België die traditie van die 1 meistoeten eigenlijk de grootste traditie is gebleven. In andere landen, hoe gaat het daar aan toe? Ja, een beetje. Ga je naar Parijs bijvoorbeeld, dan zie je dat dat vooral de syndicale sector is en vooral de CGT. Ga je in Barcelona, dan zie je dat daar nog de oude anarchistische tendensen eigenlijk vooral aan bod komen. Het is een beetje een stuk geschiedenis die langs alle kanten is opgeraapt uit die kaleidoscopische geschiedenis van het socialisme in de 20e eeuw. Van wie is 1 mei? Niet enkel van de socialisten. Vandaag viert zowat het hele politieke spectrum de Dag van de Arbeid. Ook de communistische beweging, de anarchistische beweging, vroeger ook de punkbeweging, die hebben allemaal een deel in het 1 mei gebeuren. Nu, sinds 20 jaar, 25 jaar, heeft ook de rechterzijde zich 1 mei toegeëigend. Iedereen kan natuurlijk altijd zijn ding doen met zo'n dag. Ja, ik denk toch als historica dat het van belang is het erfgoed vanuit die oorsprong
vanuit het socialisme, dat toch te onderstrepen. Maar het politieke landschap veranderde en de grootste stoeten van weleer ruimden in de 21ste eeuw plaats voor bescheidener edities, minder majoretten en kleinere fanfares. Heeft 1 mei een houdbaarheidsdatum? Dat is een moeilijke vraag. Want persoonlijk hoop ik van niet. Maar alles hangt er natuurlijk van af of de sociale democratie in de tijd die we nu beleven nog een eigen identiteit, een eigen nieuwe kracht kan krijgen. Is dat zo? En dat hoop ik persoonlijk. Dan zal denk ik 1 mei een referentiedatum blijven. Veel meer kan ik daar niet op zeggen.